geheel in het teken van de Zwarte Cross. Duizenden bezoekers, motorfanaten uit het hele land. En het bier vloeit er rijkelijk. Nee, we hebben het niet over de Zwarte Cross, maar over een historische motorrace in Barneveld. Alle motoren zijn voor 1965 gebouwd. Maar ook zo'n oldtimer race is niet zonder gevaren. De cameraman is ongedeerd en ook de camera doet het nog. Het slachtoffer is weer bij kennis. De racers zijn het erover eens. De organisatie treft geen blaam. Gewoon fantastisch. Alleen na de kleine ongelukjes, dat is natuurlijk niet zo mooi voor de promotie van deze sport. Maar het is een fantastische sport. Vier broers organiseren dit evenement al enkele jaren in hun vrije tijd. Wij hebben een hele leuke hobby. Met z'n vieren doen we dat. We gaan naar evenementen en we zijn hier vanaf maart weer vier mee bezig om dit evenement neer te zetten. Ja, en dat is heel wat uurtjes gaan erin zitten. Wat is er nou bijzonder aan zo'n oude motor? Nou, het geluid. De mensen komen voor het geluid. Bert van Laar uit Voorthuizen is een van de kanshebbers in de zwaardere klasse. Hij legt de laatste hand aan de voorbereiding. Hij race met een BMW uit 1938. We zijn redelijk goed voorbereid, maar het is natuurlijk een oude tante. Ja, en ze heeft wel eens kuren. En is het nou echt hobby? Ja, het is mijn vrouw zegt het is geen hobby meer, maar het is een ziekte geworden. En heeft u gewonnen? Nee, wat heet winnen. We zaten redelijk voorin. De eerste heat zaten we op plaats nummer 1 en de laatste heat op nummer 3. Maar u bent tevreden? Ja, hartstikke. Gezien de mogelijkheden van de motorfiets. De acceleratie is minder, maar de bochtensnelheid is hoger. Volgend jaar weer? Zeker, elk jaar weer. Vaste deelnemer.